dit is alleen al een echte Mosquito-film door de manier hoe het gemaakt wordt. Dat is natuurlijk, denk ik, het grootste Mosquito-troef. Dat het een soort familie is die een film maakt. Eerder dan allemaal technische mensen bij elkaar die hun dingetje doen. Eigenlijk die samenwerking is veel closer dan dat Victor en ik alleen maar op vakmatig gebied praten. Maar ook over inhoud wordt wel degelijk gesproken. Victor laat ook veel films zien. Die voedt mij een beetje op ook af en toe in de film. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel bij het vormen van een beeld van wat Victor wil met zijn beelden in het verhaal van Maartje. Ja, het beeld komt ook voort uit het verhaal. Dus het is eigenlijk onlosmakelijk verbonden. Omdat de acteurs bewegen zich en doen eigenlijk wat het verhaal hun dicteert te doen. En daaruit ontstaat een scène. En die scène die heeft licht nodig. Soms moet je de camera ergens heel erg krap inpassen om het shot voor elkaar te krijgen. Er is niet eens meer ruimte voor licht of iets dergelijks. Dus je moet altijd toch met elkaar nadenken over hoe je eigenlijk een oplossing vindt om de scène mooier beeld te krijgen. Hoe je scènes beter aan elkaar laat snijden door soms lampen juist toch te verplaatsen. Dat eigenlijk de logica van de werkelijkheid niet per se de logica van de film is.